De ontwerpwethoudende nadere wijziging van het wetboek van strafvordering is gisteren met algemene 41 stemmen aangenomen in het parlement. Met deze wijziging wordt er beleid ingezet voor het vergroten van de verkeersveiligheid middels elektronisch apparatuur. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Roselli Coutinho, zegt dat de wetswijziging de politie zal ontlasten van bepaalde taken. De wet zal er ook voor zorgen dat de burgers de nodige voorzichtigheid in acht nemen, waardoor de verkeersveiligheid zal toenemen. De commissievoorzitter gelooft dat uiteindelijk het aantal aanrijdingen en verkeersslachtoffers verder teruggebracht zal worden. Er komt zelfs een verkeersveiligheidsinstituut. Historisch, pluimpje daarvoor. Er komt moderne apparatuur die voldoet aan de eisen van deze moderne tijd. Pluimpje daarvoor, minister. Minister, gaat u voort met het goede werk. Maakt u zich niet druk met al die struisvogels en politieke haters. Het goede zullen we altijd ondersteunen. En waar er correctie nodig is, zult u van deze kant uit ook altijd de kritische kanttekeningen horen. In dit geval, minister, bent u op de goede weg en we vragen u om deze weg verder te vervolgen. Ik ben blij te vernemen, voorzitter, dat de minister een public-private partnership zal aangaan. Ik vraag de minister de nodige transparantie hierbij in acht te nemen. En de grove opzettelijke fouten van haar voorgangers, dat die niet moeten worden herhaald. Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos is blij met de wijziging van het wetboek van strafvordering met het doel elektronisch apparatuur in te zetten ter vergroting van de verkeersveiligheid. Ze merkte op dat de politie wel degelijk verkeersovertreders beboet. Middels cijfers heeft zij aangetoond dat er veel meer dan de 20% van alle overtreders wordt verbaliseerd, zoals er wordt gesuggereerd. Tot en met oktober 2016... zijn uitgeschreven 4.148 door MSD, dat is Motor Surveillance Dienst, bij overtredingen. En 10.779 door het verkeershandhavingsteam. Er zijn controles gehouden, dus dit geeft al aan dat het 20% verhaal niet kan kloppen. Er zijn controles gehouden door het VHT, verkeershandhavingsteam. En daarbij hebben ze voor bromfietsen verkeerscontroles zijn er 62 geweest. 62 door VHT en 67 door MSD. Een algehele controle zijn er 82 geweest. Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos, ze sprak gisteren in het parlement in verband met de wijziging van het wetboek van strafvordering voor het gebruik van elektronisch apparatuur ter vergroting van de verkeersveiligheid. DCT-minister Andy Rusland, die het parlement namens de regering toesprak, gaf aan dat de overheid samen met de Nationale Assemblée zal blijven werken aan wetgevingsproducten om het beleid dat zij voor ogen heeft uit te voeren.